Loving is een film van Jeff Nichols en vertelt het bijzondere, heftige en waargebeurde verhaal van Richard en Mildred Loving. Een stel, hij blank en zij zwart, ten tijde van de rassenhaat in Amerika. Omdat Mildred zwanger is, vraagt Richard haar ten huwelijk en in 1958 trouwt het stel in Washington, terwijl ze zelf wonen in Virginia. Ze kiezen hiervoor omdat Virginia op dat moment een van de 24 staten is waar een gemengd huwelijk is verboden. Bij terugkeer in Virginia worden ze dan ook gearresteerd en worden op rechterlijk bevel gedwongen voor 25 jaar de staat te verlaten. Dit doen ze met pijn in hun hart. Ze wonen lange tijd in de stad waar het gezin groeit. Voor Mildred en Richard voelt het niet als thuis en nadat in 1960 de Civil Rights Movement onder leiding van Martin Luther King zijn protestactie start, besluit Mildred een brief te schrijven naar Robert Kennedy in de hoop voor erkenning en steun. Het lijkt vergeefse moeite, totdat ze op een dag wordt gebeld door een advocaat van de ACLU, American Civil Liberties Union, die in opdracht van Robert Kennedy hulp biedt. Dit zet een stroom van veranderingen in gang en leidt uiteindelijk tot een herziening van de wet door het Hoge Rechtshof en het opheffen van het verbod van gemengde huwelijken. Een inspirerend en krachtig verhaal. Regisseur Jeff Nichols heeft blijkbaar een zeer waarheidsgetrouwe film gemaakt en heeft ook naar eigen zeggen veel gehad aan de documentaire The Loving Story, waarin veel beeldmateriaal van het stel te zien is. Goed voor de acteurs en natuurlijk voor het in beeld brengen van de situatie. Veel van de dialogen in de film komen ook direct uit die documentaire. Het acteerwerk door de twee hoofdrolspelers Joel Edgerton als Richard en Ruth Negga als Mildred is treffend en realistisch. Het voelt ook af en toe aan als een documentaire. Het verhaal wordt rustig verteld, zonder een overdreven soundtrack en overgeacteerde emoties. De film voelt echt en dat maakt de film bij tijd en wijle ook indrukwekkend. Jeff Nichols regisseerde Mud, Take Shelter en Midnight Special, ook drie bijzonder goede films. Nu met Loving laat hij opnieuw zien een filmmaker te zijn met een geheel eigen stijl. Ik vond Loving een goede film. Bij tijd en wijle een beetje traag en niet zo erin hakkend als een film als 12 Years a Slave. Het voelde als een documentaire en dat is een plus voor de film. En het acteerwerk is spot on en algeheel geeft het stof tot nadenken, want dit is allemaal nog niet zo lang geleden gebeurd en is helaas in zekere zin nog steeds aan de orde van de dag. Ik geef Loving 3 sterren. Heb jij Loving gezien? Dan ben ik zeer benieuwd naar je mening. Abonneer je op mijn YouTube kanaal en ik zie jullie graag terug bij de volgende recensie.